Wij zijn de Oosterlingen, strijders van het land. Oh, ik ben even... Het verhaal van Xivius? What the fuck? Hoezo viel ik daar naar beneden? Alweer zo'n lava en dan... Oh, gelukkig. Vaco. Staat daarin. Vaco. Fagio Macchio heeft het volgende object. La Trio nooit gezien. Huh? Wat? What the fuck? Wacht even. Fagio Macchio heeft het volgende object. La Trio nooit... Fagio Macchio, Mike, is dat niet diegene die daar in gevangeniseiland zit? Ik heb geen idee. Voor mij wel, ja. Volgens mij is dat diegene die al tijden gevangen is genomen. Maar hoe... What the fuck? Die gozer is fucking oud, joh. Dus hij heeft het volgende object. Nee. En hij wist hier allemaal ook al van? Misschien weet hij meer van deze hallen. Ik zie heel veel dingen om hem te halen. Ja, probeer het. Wow. Oké. Oh, dan zijn we er weer. Hey. Oh. En nu? Terug naar buiten. Oh, oké, Mike. Oké, wat was er nou? Fagio Macchio. Hij heeft dus het volgende object voor ons. Om de volgende, om waarschijnlijk de poort van de Goblin Slayer te openen. En ik denk dat hij dan ook meer weet welke poort het precies is. Ja. Alleen dat betekent dus dat we nu naar gevangeniseiland moeten. Oh, niet helemaal weer. Ah, ik word er gek van! Hoe komen we hier naar buiten dan? Ja, hier is een deur, maar ik krijg hem niet open. Weet je wie ik graag in gevangeniseiland... Ik had nog een liever meegenomen van mijn vorige quest. Ik denk niet dat we hier langs moeten, of wel? Ik heb geen idee. Oh, ik kan naar boven. We hebben het object toch al gevonden? Moeten we nou nog ons leven hier... Ja, we moeten er wel weer uit kunnen komen natuurlijk. Huh? Maar we kunnen toch gewoon via dezelfde ingang gaan? Tuurlijk niet, we waren toch naar beneden gevallen? Oh ja, tuurlijk. Oké, oh, wees voorzichtig jongens. Oké, hier is het. Oh, wow, wow! Jongens, daar zitten allemaal weer van die gasten weer. Schiet op ze, alsjeblieft. Wow, wow. Jongens, blijf van ons af. Wij zijn je naven. Wow, ze vallen ons allemaal aan ineens, jongens. Wow, hoe zien hun eruit dan, joh? Wow, ze zijn ineens heel veel. Dat is een hinderlaag. Oké, ik ben weg. Ik ben... Jongens, ik ga schuilen hier. Ik ga niet mijn macht van de Empire Wand hier gebruiken. Die moet ik bewaren voor de burgeroorlog. Ik heb er één dood in ieder geval. Oké, jongens, maak dat we weg. Jezus, was die lelijk zeg. Maak weer weg dat we wegkomen hier. We gaan naar Faya Macchio, gevangeniseiland. Mike, we gaan er naartoe. Oké. Go, 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 go! Ja, jongens. Koud, Mike. Het is koud. Ja. Wordt het weer een kwestie van springen? Ja, 3-2. Oké. Oké, wachten staan daar. Oh. Gegroet. Ik heb een handdoek bij me, gelukkig. Deze keer. Heb je een handdoek bij je? Ik heb een handdoek. Ja. Geef maar. Eindelijk. Alright, dankjewel. Alright, thanks. Ik ben weer gelijk droog. Doet het veel beter, ja. Hoi, wacht daar. Hoi. Oké, jongens, gevangeniseiland. Het eiland waar de criminelen zitten. En waar Raftig al een tijdje geleden weg is gegaan. Ik heb het vergeten. Ja. Hier zit dus waarschijnlijk ook die Fagio Macchio. Volgens mij is dat die oude vent die ik al eens eerder heb gezien toen ik hier vaak kwam, toen Leon hier was. Ja. Ik hoop dat hij er nog is, dat hij niet overleden is. Want, ja, volgens mij zit hij in die richting. Maar die gozer... Oh, even naar beneden. Die is rond de 90 al of zo. Die is heel oud. Jezus. Dus ik hoop dat hij nog niet dood is. We gaan gewoon geen omweg doen. We gaan gewoon de gang openbreken. Mike, als jij hier even met je pickaxe al deze gang open kan breken. Hier, Mike? Ja, waar hier? Ja, doe maar hier. Oké. Okay. Ga ik even een woordje met hem spreken. Schiet even op, Mike. Zo. Ik kan natuurlijk ook gewoon hier zo doorheen. Ja, zo. Oeh, donker hier. Oh, 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 oh. Skeleton. Wordt hij ook niet goed onderhouden, hè?
Hallo? Ik zie daar wel iemand, maar hij komt niet. Hallo? Is hij doof of zo? Kom naar de poort. Doven. Wie is daar? Ben je op zoek naar mij? Ja, ik ben op zoek naar je. Dat klopt inderdaad. Ja? Ik word hier zo slecht behandeld. Ja, ik... Het interesseert me niet hoe jij hier behandeld wordt. Je zit hier niet voor niks. Wat? Ik weet niet... Ik weet verder niet wie je bent. Ja, ik weet wel je naam, maar waarom je hier gevangen zit. Maar ik weet wel dat ik een boek heb gevonden in Oud-Java. Oud-Java? Ja, in Oud-Java, ja. In een tempel die onder de grond zit, waar ik nog nooit van had gehoord, maar blijkbaar jij wel heel vaak geweest bent. Je hebt daar helemaal niks mee te maken, toch? Wat bedoel je nou dat wij er niks mee te maken hebben? Geschiedenis. Die plek... Waar wordt die plek dan voor gebruikt? Neerleggen. Oké, dat wordt dus gebruikt om... Geschiedenis. Oh? Dat wordt gebruikt om dus... Om oude geschiedenis neer te leggen. Nou, ik vraag me dan toch wel echt wel af waarom daar allemaal dieven en rare mensen rondlopen. Want... Jaren gaan voorbij, hè. Ik ook. Ah, je bent heel irritant tegen mij. Dit zit me geen reet hoe oud je bent. Luister naar me. Ik wil nu weten waar de schatkamer is. Ik ben op zoek naar de schatkamer waar wij een zwaard willen zoeken. Ik heb iets voor de poort. Mocht hem bij me houden. Je hebt een object voor ons die een poort kan openen. Oké. En die leidt naar de schatkamer? Denk het wel. Weet je dat heel zeker? Oké, dan. Open die poort. Sven. En overhandig hem aan mij. Bedankt. Heb ik hem? Ja, daar ligt hij. Jij komt hier nooit meer uit. Nee. Maar ik wil je wel bedanken hiervoor. Laat mij vrij. Ik wens je nog een fijn leven. En ik zal even regelen dat er wat extra eten voor je komt. Succes dan. Ja. Zij. Oké. Ja, joh. Zag hij van zij. Ik ben een terrorist, joh. Ja, hij ziet er niet uit. Die gast, die spoort niet helemaal. Volgens mij zit hij hier gevangen. Omdat hij heel veel mensen de dood in heeft gejaagd. Is dat zo? Oh, hier was gewoon een uitgang. Nou ja. Nou, we hebben in ieder geval dat kompas. Ik denk dat die daarmee te open is. Het is een sleutel. In de vorm van een kompas. Sleutel voor... Oké. Ik denk dat we hier de ingang mee moeten gaan openen. En ik hoop dat we hem kunnen vertrouwen dat dit wel de echte poort is. Die leidt naar de Goblin Slayer. Ja. En het is weer tijd om terug te gaan. Dit is onze missie, Mike en Sven. En ik hoop dat jullie de moed erin houden. We hebben op dit moment geen hulp van andere Yennefanen, want die zijn druk bezig om gevechten te hebben in Kali, Vistara en noem het maar op. Dit is onze taak en wij gaan het vervullen. Wij gaan de burgeroorlog oplossen. Yay. Let's go. Yes. Yay. Yo, beste kijker van NL Game Reviews. Dit is even een korte vlog tussendoor om jullie even wat vets te vertellen. Misschien hebben jullie net naar de nieuwe Kingdom gekeken. Of hebben jullie naar een andere video gekeken, net zoals afkraking. Of bijvoorbeeld een nieuwe podcast wat we gaan doen met NLG-presentators. Maar ik wil jullie namelijk even wat melden. Als jullie geïnteresseerd zijn om met ons te praten, soms, of misschien wel met mensen die ook naar NL Game Reviews kijken, of naar YouTube, of wat dan ook. Wij hebben een NL Game Reviews Teamspeak server. En dat wil eigenlijk inhouden dat je daar gewoon kunt praten met iemand of met andere mensen. Dat zijn allemaal open channels. Er zitten ook wat privé channels waar een maximum aantal mensen in kunnen. Maar het is eigenlijk een soort Skype. Dus je kunt daar gewoon praten met andere mensen. Dat is heel simpel. Je hoeft alleen maar Teamspeak 3 te downloaden. Linkjes zal ik in de beschrijving zetten. En dan ons IP invoeren bij Connect. Het IP staat ook in de beschrijving. En dan kun jij onze Teamspeak gewoon joinen. Je zult dan wel als regel, de enige regel is gedraag je natuurlijk en heb even een foto van jezelf. Als je op Teamspeak zit, moet je even rechtermuisknop doen en dan set avatar. En als je dat gedaan hebt en je hebt je foto geplaatst, dan kun je lekker praten met andere mensen of misschien wel eens een keer met ons. Kan zomaar. Dus, de NL Game Reviews Teamspeak server, als jij wilt praten met andere mensen die ook NL Game Reviews kijken of noem het maar op.
Download even Teamspeak 3, staat in de beschrijving. Voer ons IP-adres even in. En je bent klaar. Dit was het. Bedankt voor het kijken. Wij zijn de Oosterlingen, strijders van het land.